Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Adviesgroep Mulderijverzekeringen, A28 Personeel en Opleidingen, Drukkerij Ballast en Hilbrink, Volksgroothandel Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, Hogeveen Mannenmode, ING, Tankstation Klok, Albert Heijn Overijn en de Businessclub Hogeveen. Ja, Laurens Knippenborg en Nico Haak. Ja, toch even samen voor de camera, want vooraf hadden jullie individueel natuurlijk. Toen hadden we het over die wedstrijd in Zeeuwend, ZVC Hogeveen. Geweldige wedstrijd. Het werd hem bijna weer. Ja, in doelpunten niet, maar in tempo op en neer wel. Kansen, beide kanten, individuele kwaliteit, allebei goede spelopvatting. Ik heb echt een hele mooie wedstrijd gezien. Ik ben natuurlijk teleurgesteld dat wij 2-0 weggeven, maar ik vind overal dat 2-2 gewoon meer dan terecht uitslag is. En ik heb echt genoten. Ja, Laurens, jullie geven natuurlijk snel 2 tegentreffers weg. En we hadden het voor aanvang over de sterkte, de zwaktes van beide ploegen. Is dit een zwakte voor jullie? Ja, misschien wel. Hè. We kozen achter, we wisten dat Seuven heel diep zou gaan spelen. En dan kies je of voor 1-op-1 gaan spelen en of je moet Shaquille opofferen. Daar hebben we van tevoren best een discussie over gehad. Achteraf hebben we dan niet de goede keus gemaakt, daar laten we gewoon eerlijk in zijn. Maar als Shaquille gewoon ervoor gaat spelen en met die 7 dan meeloopt en vertrekt, dan heb je nog een extra man over. Maar ja, dan haal je ook de kwaliteiten van Shaquille weg. Voor de power op middenveld en voor de passing en voor de diepgang. En om Shaquille op te offeren, ja, dan gaan we ons niet volledig aanpassen aan een tegenstander. Maar goed, we hebben het er wel over gehad en we hebben wel de afweging gemaakt. En Michel beter toch de eerste 20 minuten wat behouden kunnen gaan starten. Maar we starten gelijk 1-op-1 en dat heeft ons eigenlijk wel een beetje de kop gekost. Want we komen 2-0 achter. Uiteindelijk geven jullie ook snel toch weer een tegentreffer weg. Wat ging er fout, Nico? Nou ja, ik vind dat we in eerste instantie gewoon die voorzet eraf moeten halen. Dat is gewoon een afspraak in het team. En die jongen speelt echt een fantastische voorzet bij de tweede paal. Daarna vergeten we de dek in de 16. Onze centrale verdediger is hem helemaal kwijt. Hadden wij aan de zijkant een beetje de discussie van, kan de keeper die bal nog ergens onderscheppen als hij wat agressiever kiept? Hij besloot om dat niet te doen. Hij werd eigenlijk geparkeerd in de goal en die jongen kopte hem eigenlijk contra heel goed binnen. Noem het maar individueel, even niet zo goed gehandeld. Tweede goal vond ik ons meer verwijtbaar. Dan worden we eigenlijk in onze rechterzone eigenlijk even helemaal uit positie gespeeld. Omdat we dan niet goed samenwerken, komen zij door en brengen de bal goed naar de as. Vrije schietkans. Wordt van richting veranderd, dus dat is een beetje lucky. Die tellen ook. Maar wij moeten gewoon in die eerste fase op die rechterkant moeten we het gewoon beter voor elkaar hebben. En dat hebben we gewoon niet gedaan. 2-2, ja, dat is dan even wat het is. Dan zit ik te wachten op die tactische meesterzet in de rust, die jij dus toen in dat duel met RKC SVC had. Die kwam er niet, Laurens. Nou, ik vind wel dat Nico wel weer de nodige omzetting heeft gedaan, zeg maar. Meer, op een gegeven moment wordt soms wel een tombola bij hem. Je weet bij God niet waar je bij hem aan toe bent. Dus je moet altijd maar weer gaan inschatten. Maar goed, als je veel kwaliteit hebt en daar denk ik de wedstrijd kunt winnen, is dat op zichzelf wel prima. Ik denk dat vandaag dat niet zichtbaar was. Doordat hij 7 wat verder naar achter ging spelen, zeg maar, niet meer echt die loopacties in diepte had, kwam ons wel goed uit. Zeg maar. Dus ik vond het wel een beetje vreemd, maar goed, niks over mijn collega zeggen. Wij waren wel blij mee dat ze wat behouden ging spelen en dat hij niet meer in de voorste lijn echt opereerde. Maar zo starten ze wel naar rust, zeg maar. Maar goed, door wat wissels werd hij meer naar middenveld gedwongen. Ja, en daar is dan wel een heel gevaarlijk wapen vanuit Hogeveen. Verklaar je naar, Nico? Nou ja, verklaar je naar. Kijk, uiteindelijk ben je altijd op zoek naar ruimtes die open komen. En zij gingen eind eerste helft al met 3 achterop spelen, omdat Woustra er al naast kwam te spelen. Kregen wij er al lastige druk op en dan kwamen ze aan de zijkant beter door. Als je daar niet op reageert, dan ga je waarschijnlijk echt heel, heel lang achter de bal aanlopen. En dan blaas je je eigen ploeg op. Dat wil ik niet. Dat willen wij als team ook niet. We willen niet reactief zijn, we willen actief zijn. Dan verander je. Ik denk dat de eerste 10, 15 minuten na rust, de Roda echt bovenliggende partij was. Hetzelfde verhaal, kregen we er ook geen druk op. Zelfs een aantal momenten dat ik dacht van als ze dat iets slimmer uitspelen, dan kunnen ze ons op achterstand zetten. Daar een keuze gemaakt om proberen om aan de zijkant door te komen. Maar nu heb je eigenlijk maar 1 buitenspeler in dit geval daar aan die rechterkant staan. En met Noah erbij kan je daar wat vaker in 2-tegen-1 situaties komen. En je weet dat je met Rafael dezelfde diepte hebt als die Noah ook heeft. Volgens mij is dat niet een hele bijzondere wissel. Is alleen het poppetje wat omdraait.
Nou ja, daarna gingen zij ook nog weer veranderen met twee spitsen. Toen gooiden wij dicht met een dubbele zes. Ja, wat het allemaal in detail. Kijk, uiteindelijk ben je gewoon op zoek naar ruimtes. Nou ja, weet je, ik denk dat beide teams in de tweede helft momenten hebben gehad dat de derde goal had kunnen vallen. Wij komen volgens mij met Sam Nijkamp nog twee keer in scoringspositie. Die schiet veel te wild. Volgens mij hadden we nog één. Dat gebrek aan wedstrijd erin? Nee, dat is gewoon hoe Sam is. Het is alles of niks. En daar moet hij wel gewoon beheerster in worden. En dat weet hij ook. Volgens mij kwamen wij nog één keer geweldig door op de linkerkant met Gierveld. Met een goede voorzet die, waar Raffi net tekort kwam. Ja, en volgens mij nog een ongelukkige terugspeelbal van hun. Waar hun keeper nog net tussen zat. En aan de andere kant, zij kwamen er ook een paar keer heel goed door. Waar die enorme kans nog kwam, die stand ons in de benen hield. Ja, kans van Kevin Peppers. Ja, dat klopt. Dat was een prima actie, een goede actie van de keeper. We wisten dat de keeper goed in was en in zijn reflectie heel goed is. Dat, ja, ik denk dat de verdienste van de keeper was, zeg maar. Volgens mij deed Kevin niks verkeerd en werd hij prima gepakt. 2-2, dan kun je aan het analyseren. Weet je, dat klopt. En dat zullen we ook allebei doen. Aan de andere kant, kijk, glas half vol, glas half leeg. Nu even half vol. Dit was echt een hele mooie wedstrijd, Gerrie. Eens, hè? Ja, het was wel een heel intensieve wedstrijd met hoge intensiteit erbij. En twee ploegen die het goed willen voetballen. En wat ik ook zeg, goede spelervatting hebben daarin. En ja, ik denk dat het publiek dan wel een stukje winnaar is als je neutraal bent. En ja, we alle twee kunnen winnen, we hadden ook kunnen verliezen. Laat ik heel duidelijk voorop stellen, want er zijn echt wel een paar goede momenten bij. Maar goed, als die bal met Kevin nog ingaat, dan kunnen we 1-2 momentjes meer. Hè. Dan moeten we toch wel wat meer afdrukken, vind ik zelf ook. En, maar goed, wij kunnen met 2-2 leven. Ik denk, ik vind het ook een terechte uitslag. Dankjewel. Moet je wel? Ik kan wel, jongen.